Het is vandaag 15 juni 2019, de dag van de bouw, open dag van de bouw. En naar aanleiding daarvan is er vandaag de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het zwembad De Schelp in Bergen-op-Zoom, dat stevig onder handen is genomen en waarvan de afronding aanstaande is. En naar men verluidt, het zwembad is weer open voor het publiek op 2 september aanstaande. Het is vandaag 15 juni 2019 en ik ben hier in Bergen-op-Zoom in Zwembad De Schelp. Zwembad De Schelp heeft een enorme renovatie ondergaan. Er werd ontdekt dat er bepaalde zaken in het zwembad niet helemaal veilig meer waren en toen is besloten om het te sluiten. Maar vandaag is het de dag van de bouw en het bouwbedrijf De Kok, die dit hele project onder andere heeft gehad, laat vandaag zien wat er tot op heden allemaal is gepresteerd. En dat is natuurlijk heel wat, want het is maanden is het zwembad gesloten geweest en nu is het dan vandaag de mogelijkheid om een kijkje te nemen hoe het er allemaal uitziet. Het gaat 3 september van dit jaar wordt het weer geopend. Duurt nog even, maar het is al fijn om nu alvast jezelf te kunnen een beetje te verheugen op het feit wat komen gaat. Het is allemaal heel licht en luchtig. Het ziet er heel gezellig en vrolijk uit om het nu alvast zo maar te zien. De eerste bezoekers komen binnen om een kijkje te gaan nemen wat er allemaal is gepresteerd. Er is al water in het zwembad en we hebben begrepen dat dat heel geleidelijk aan is gegaan en nog gaat om te voorkomen dat de tegeltjes loslaten. Ze hebben ook nog wel een tijd om het te vullen natuurlijk. Het ziet er nu al heel aantrekkelijk uit, glashelder. En op de dag van vandaag, 15 juni, is het buiten bewolkt en regenachtig en dan zou je willen dat je hier al het zwembad in kon en jezelf op je gemak zou kunnen verpozen en kunnen vermaken. En laat het dan buiten regenen en stormen, dat maakt niks uit. Ja, en naast de hoofdaannemer door Top zijn er natuurlijk ook vele andere bedrijven bij betrokken geweest die dit allemaal tot stand hebben gebracht tot op heden. De omkleedruimte is ook helemaal aangepakt. Er moet nog veel gebeuren natuurlijk, maar het zit allemaal op schema. En dat is van groot belang voor alle zwemliefhebbers uit Bergen-op-Zoom en omgeving. En het zal vooral veel jongeren natuurlijk bijzonder deugd doen. omdat de glijbaan nog steeds aanwezig is en straks waarschijnlijk dan ook weer in volle glorie zal kunnen worden gebruikt. Er moet nog het een en ander gebeuren, maar het zit allemaal in de pen en het ziet er heel belovend uit. En als het goed is, dan ben je in de glijbaan, dan kom je er hier straks weer uit. Dat is wel gebleven. En dan hier, wat we hier achter zien, daar was, als we ons goed herinneren, een warm waterbad. Speciaal voor wat oudere mensen is op het ogenblik nog niet gevuld, maar dat zal ongetwijfeld wel gaan gebeuren. Ja, het is natuurlijk vandaag de dag van de bouw en we hebben begrepen dat het buitenzwembad, als we goed zijn ingelicht, niet meer terugkeert. Maar je ziet hier rondom de Schelp, er is nog van alles en nog wat te zien wat wijst op activiteiten van bouw die nog moeten gebeuren. Dus voorlopig is er nog niet het volledige zicht op, maar het is mooi dat men het publiek de gelegenheid heeft gegeven om een kijkje te nemen hoe ver het er nog staat, zodat al degenen die van zwemmen houden hier alvast een hoop op kunnen vestigen. We gaan de zomer in, dus voorlopig is het ook nog niet zo dringend nodig dat we een binnenzwembad hebben. Dus de bouwvakkers, de mensen die hier allemaal bij betrokken zijn, installatiebedrijven, et cetera, die hebben nog even de tijd om op hun gemak hier alles in orde te maken. Je kunt ook duidelijk zien dat hier volop wordt gewerkt, alleen het is voor vandaag natuurlijk stilgelegd, maar alles staat gereed om hier maandag weer direct mee aan de slag te gaan. Hier kijken we op het Peuterbadje. Als we ons goed herinneren van toen we hier binnen waren, dat is echt de plaats waar de jongste, allerjongste zwemmers zich hier kunnen gaan vermaken onder toezicht natuurlijk van hun ouders of begeleiders. Wanneer men is uitgekeken, is er gelegenheid van hier in de tent een kopje koffie te gebruiken en eventueel ook nog wat nadere informatie te vergaren. Wordt ook een film getoond over de werkzaamheden, wat er allemaal is te bekijken.